Vissen is meestal lekker relaxed. In de natuur, visje vangen. Maar vandaag niet. Ik heb hier een pakje met pepers, variërend van licht pittig tot heel erg pittig. En de verliezer van vandaag, die moet aan een rad draaien waar al deze pepers op staan. En de peper die draait, moet hij opeten. Ik kan niet tegen pittig eten, ik vind ketchup al pittig. Dus ik hoop echt niet dat ik verlies. Ik acht mezelf met een hele hoge kans om te gaan winnen. Tot nu toe heb ik meerdere keren met Lau mogen vissen. Precies één keer verloren. Ik hou er altijd van een beetje een vriendschappelijke competitie. Dus ik ga natuurlijk gegarandeerd hem die habanero peper laten eten. Hopelijk moet Joris die straks eten. Maar ja, het verleden heeft geen goede ervaringen voor mij. De regels zijn simpel. Degene met de kleinste topvis, die verliest. Alle vissen tellen. Snoek, snoekbaars, baars, roofblij, meerval. Alles kan tellen. We gaan vandaag op een aantal verschillende wateren op de grote rivieren vissen. Op kleine riviertjes. Van alles om maar zo groot mogelijke vis te vangen. We beginnen aan de grote rivier. Daar gaan we nu heen. En geen tijd te verspillen, jongens, want ik ga deze challenge winnen. Let's go! Zo, jongens, de spullen zijn gepakt. Alles is er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor? Zeker. Ik ben er ook klaar voor. Let's go. We gaan rennen, jongen. Ik ben als eerste op de stek. Nou, dames en heren, ik moet Lau wel verslaan vandaag. Dus ik denk dat dit hem gaat worden. Mooi groen, doet het altijd. En dat gaat hier ook gewoon gebeuren. Dus ik kan natuurlijk niet verliezen vandaag van Joris. Dus we moeten goede keuzes maken vandaag. En ik denk dat het een gele, groene flatnose mini uit fotovis wordt. Dit heb ik de laatste tijd goed meegevangen, dus we gaan proberen om Joris hiermee te verslaan vandaag. Ik ruik, dit ruikt naar de overwinning. Dit gaat hem worden. Ja, Joris die probeert alvast tijdwinst te behalen door als eerste hier te gaan staan. Maar we mogen natuurlijk nog niet gooien tot ik er ook ben. Dat is niet eerlijk. Dus ik klauter even mijn weg naar beneden. Zonder dood te gaan hopelijk. Oeh. Dan zeg ik, jongen, mogen de beste winnen? Ja, ik. Ik dus. En tijd voor de eerste worp. Let's go. Let's go. Deze staat goed. Let's go. Mag natuurlijk geen vis missen. Daar gaan we. Het voelt toch een beetje spannend. Klein beetje spanning die is aanwezig. Oei, joh. Oei. Geloof je toch ook niet de eerste worp? Nee. Nou, altijd fijn op je eerste worp. Nou, wat een duur dagje zo. Nou, dames en heren, eerste worp, direct succes. Een steen, direct de leader door, alles door, opnieuw knopen. Ja, dit is, hier moet ik van profiteren natuurlijk. Dit is voor mij, ja. Dit is pure tijdwinst, dus ik moet nu eigenlijk mijn slag slaan. Stop het filmen en laat me met rust. Oh, ja, ik ga vissen, want ik moet nu al de voorsprong pakken eigenlijk. Ja, jongens, nu moet ik mijn slag slaan. Joris zit te knopen, dus ik moet nu eigenlijk een snoekbaars vangen. Ik heb al, de spanning zit er al goed in, dus ja, de stakes zijn high, jongens, dus we moeten winnen vandaag. Jouw loodkop. Ja, vis. Of zit ik vast? Hartstikke vast. Ook vast. Ja. Oh, geflasht. Jezus, lauw. Oh. Oh, alles eraf. Het enige voordeel dat het water zo hoog gaat, is dat je tot heel dicht onder de krip door kan vissen, omdat er bijna geen stenen meer onder water liggen, zeg maar, waar je vast kan komen te zitten. Ja, dat bedoel ik. Oh, dat meen je toch niet, hè? Nee, toch? Ik ga toch niet nu alweer mijn setje verspelen? Hij breekt zo af. Ik pak de lijn, hij breekt zo af. Ja, serieus. Ik hoef er niet eens kracht te zetten, joh. Alles eraf. Nee, joh. Oh, nee. Oh, nee. Ik was er nog helemaal niet, dacht ik. Oh. Als je nou speelt, dan gaan we weg hier, hoor. Ja. Wat een ellende, zeg. Eerste stekje zet er weg. Niet te geloven. Dure visserijzen. Halleluja. Oké, we gaan weg hier. Zo, op de rivier was het niet veel, behalve 4 of 5 verspeelde setjes. Joris heeft 1 aanbeetje gemist, maar dat was alles. Zoals jullie zien, we zijn naar de bewoonde wereld verkast. We gaan even op een klein riviertje vissen. Snoekbaars, baars, snoek. Kun je hier eigenlijk van alles verwachten. Dus ja, mooie stroming hier erin. En we gaan zien, misschien dat we hier wel een vis weten te vangen. Oh, jezus. Hangen. Snoekbaars. Speedy Gonzales. Deze moeten we hebben, jongens. We gaan niet de eerste vis van de dag.
Oh, 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 oh. Yes. De eerste van de dag is binnen, jongens. Niet erin vallen. Kijk eens, jongens. De eerste snoepbars van de dag. Super mooie aanmeter op een plekje net buiten de stroming. Gebruggetje gevonden met Google Maps. En ja, moesten ze gewoon liggen. Een paar worpjes maken. Hangen. Klein bruin wit setje. En de eerste snoepbars van de dag. We gaan hem even opmeten, want deze jongen is natuurlijk belangrijk voor de challenge. Want hij zegt ook tegen mij, ik hoef geen peper te eten. Dus we gaan hem even opmeten. Oké, jongens, moment van de waarheid. We moeten hem wel even goed houden. Waar is het de nul? Niet vals spelen, hè? Wat is die? Hij is 47,5. 47 centimeter? Ja. 47 centimeter. Ik weet niet of het genoeg is om Joris mee te verslaan, maar deze mag in ieder geval weer zwemmen. En ruik je de peper al, Joris? Ik heb er nu al geen zin meer in. Ja. Roofblij. Ja. Het is een enorme bonker. Maar het is wel mijn derde roofblij ooit. Maar ik denk niet dat het genoeg is voor, om mij in te halen. Nee, ik denk dat wel even meten. Deze 30 centimeter dat het niet genoeg gaat zijn. Als jij hem even vasthoudt. Hij is, maar liefst, 31 centimeter. Ja, wat een prachtige vis, jongens. Wie het kleine niet eert, pakt de grote niet bij zijn steert. Ik zeg het al vaker op dit kanaal. Doei. Lekker. Toch leuk. Ja, jongens, met deze zonnige dagen is het natuurlijk belangrijk om je ogen te beschermen. Leech heeft een aantal hele goede brillen daarvoor. Leech heeft voor ieder de visser, zowel met bril als Joris zonder bril, een aantal hele mooie modellen in ieder budget. Want of het nou is om je ogen rust te geven in de zon, om je ogen te beschermen tegen rondvliegend kunstaas, of om de vissen beter door het water te zien met de polariserende werking. Daarvoor zijn zonnebrillen allemaal handig. Dus check Leech in de beschrijving hier beneden. Dat is een pan. Ja. Wat is zo. Nee, ik zit gewoon vast. Ik dacht even voordat het een dikke donker was. Kan ik gewoon even vandaag niet vastzitten? Oh? Nou joh. Ja, dit dan. Wat is dit? Wat heb ik gevonden, joh? Ja, ik zat vast voor de zoveelste keer vandaag. Nou, heb ik hem losgekregen. Kijk, dit is mijn setje. Dat heb ik op de meest onmogelijke manier hier ergens langs, iemands anders onderlijn. Echt een enorme kabel. Zo, het is gewoon een snoekenfluorcarbon. Ja, en dan nog een 10 grams kopje, maar daarachter zat ook, denk ik, verwikkeld in die met gevlochten lijn. Oei. Deze dikke kreeft. Ja, die telt niet. Deze gaan we niet opeten. Niet? Nee, helaas. Jammer, hè? Ja, dat is wel jammer. Wat heb je mee? Ja, ik zit aan de overkant. Nou ja, wil je heel veel mijn hengel vasthouden? Nee joh! Nee! Wat? Nee! Wat is het? De snoepbaars. Kom maar, ik pak hem wel voor je. Is hij groter dan die van mij? Niet! Nee! Ja, het scheelt niet veel. Jou deze is groter hoor. Ja. Nee! Loop hem! Vat hem! Oh. Ja, ik heb hem. Nee! Dat is toch mooi? Nou, dames en heren. Het is echt hilarisch wat er net gebeurde. Lau zit ergens aan die boom, aan de brug, aan de overkant, zit hij vast. En Zengel zegt van, nou pak even mijn hengel, ik maak die chat even los. Gooit die chat in het water en ik zeg, het zou wel mooi zijn als ik er nu een vang, hè? En ja hoor, ik vis binnen, vlak voor de kant, tjoekel deze erop. En ja, hey, hij ruikt het en hij zegt het, hè, dat deze groter is dan 47 centimeter. Daar ben ik ook bang voor, dus we gaan er maar gauw even meten. Ja, mooi man. Op mijn hengel, nou ja, eigenlijk op jouw hengel, want ik leen jouw hengel, ja, maar... Ja, dat is waar. Oké, we gaan hem even meten. Ja, shit, hij is 51. 51? Een mooi vis, jongens, zo in het overdag. Gauw releasen. Zo in één keer weg. Dat zo, bedoel ik. Daar ging die. Meld de camera. Nee, ik ga je geen box geven, want ja, ik wil deze vangen. Dus ik, nou, oké, je krijgt dan een box. Nu ga ik doorvissen. Yes. Oh, bliksems, donders. Oh. Hier vlak voor ook, of niet? Ja, gewoon niet zo. Eerst stroompje. Sorry. Ja, hangen. Ja? Ja.
Nee. Mooie tak. Helaas, ik dacht nou heb ik hem. Als we die tak opmeten, dan is hij ook wel groter dan 70 centimeter, hoor. Ja. En een goeie ook. Ja. Oh, dikke, dikke, dikke. Kom. Vat hem, vat hem. Pak hem. Pak hem, Joortje. Ja. Doe hem op de kant. Kom, kom, kom. Woo. Yes. Oh, nice. Ja, Norma, deze moest hem hebben. Oh. Holy shit. Yes. Dit is de leiding weer, hoor. Ja, dit is hem wel. Deze gaat wel eind 50. Haha. De leiding is weer in mijn handen, denk ik, met deze vis. Nou, het is nog... geen 2 minuten later en ik vis nog steeds met hetzelfde setje als dat waar Joris net die vis mee ving. En ja, deze jongen die wou hem wel hebben. Weer dat bruin-witte setje. En ik denk dat deze jongen een centimeter of 57, 58 is. Dus even luisteren, hoor. Hij zegt, ja, die Joris die eet die peper op. Hij weet het al, dus we gaan hem even opeten, jongens. Gaat ie. Moment van de waarheid. Hij is... Ja, hij is 49. Nee joh. Nee, hij is 57. Yes! Dat is wel goed. Yes! Yes! Nou, deze man gaat zwemmen. 57 centimeter. En voorlopig weer de leiding. Ik ga hem een kusje geven. Dankjewel jongen. Deze gaat weer zwemmen. Daar gaat hij al. Doei! Haha, de leiding is weer van mij. Boom! Zo. Oeh. Zijn we snel weer vissen? Zo jongens, we starten de auto weer. We hebben net even heerlijk culinair gegeten bij de McDonald's. Maar dit was denk ik wel ons laatste, voor één van ons, ons laatste culinaire eten. Want wat we hierna moeten eten, dat wordt de peper. Dus we gaan nog een paar stekjes bevissen voordat het donker wordt. De primetime begint nu, dus... Ik ben nog niet helemaal safe, denk ik, met 57 centimeter. Ik zie Joris al grijnzen, die wil nog een grotere vangen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan in ieder geval nog een paar stekjes af. En dan hopen dat of ik nog een grotere vang, of dat Joris geen grotere vangt dan 57. Maar we trappen de auto in. Zo jongens, het is ondertussen 8 uur. Dus dat betekent dat we nog een uurtje of 2,5 licht hebben. En ja, dan is het ongeveer wat donker. Joris staat achter op dit moment. Hoe voel je je daarbij, jongen? Denk je dat je nog kan winnen? Nou, niet op deze stekker in elk geval. Die is toch aardig goed uitgevist de afgelopen, wat zou het zijn, een half uur. Laatste worpie? Zeker. Vang er even een dan. Komt goed. Als je nu een vangt, ben je een koning. Oh nee, toch. Oh. Nee, nog niks. Let's move. Toepie. Wat heb je? Hij is zeker wel... Ja, 8 centimeter. Die hoeven we niet te meten. Nee? Die is te klein. Oké. Okay. Oeh. Oh, mooi. Een baas? Ja. Nou, dit zou er wel eens één kunnen zijn die we net van zagen. Ja. Ja, ik heb ook een mooie. Hey. Hoppakee. Dat kan toch leuk? Ja, Joris. Ze zijn klaar. Kijk. Ze zijn echt niet groot genoeg om jou van de overwinning te bezorgen. Misschien als je het samen doet, dat ze dan 57 zijn? Nee. Nee, want dat nog niet eens. Maar ja, is leuk toch? Wel leuk. Dubbel hookup en dubbel release. Hop. Nice. Boom. Zo jongens, zoals jullie zien, het wordt donker. We zijn op de laatste, of misschien de ene laatste stek. Ik weet niet precies hoe laat het donker wordt, maar het is nu 10 voor 10. Dus Joris heeft nog even om het goed te maken. Maar hij doet de laatste... Het laatste wat hij kan doet hij. Hij wist het nog een paar keer van aasje. Ja hoor. Dit proberen. Dus, goud en hout. Gaat dit hem worden? Ja hoor. Moet jij eens opletten. Oh. Nou komt het jongens. Nu begint de spannendste periode van de dag. Het allerlaatste uurtje. Wat gaat hem doen? Deze goud maar oud redhead gaat meemaken. We gaan het zien jongen. Absoluut. Succes. Nee, eigenlijk geen succes, maar toch een soort van succes. En weet je, anders heb ik straks als ik die peper eet mijn eigen redhead. Ja. Ja, hangen. En een goeie. Dikke baars. Echt een dikke baars. 40er. Op dat raalt op licht. Nee, geen 40er, maar wel een mooie. Ja. Ja, die is wel 40, hoor. Oh, laat me los anders. Kom maar. Een
baars van tegen de 40 centimeter denk ik. Op het laatste stekkie. En nou, ik probeerde net al met een paar setjes. En ik denk, ik doe eens even gek. Ik gooi er even een ratelplugje aan. En nou, ik hoor hem ratelen onder de brug. En in één keer toch een mooie aanbeet. Klein ratelplugje. En een baars. Ik denk dat hij net geen 40 is, ik denk dat hij 38 is of zo. Maar wel een mooie beet op dat kleine ratelplugje. Daar gaat 39 gaat hij weer. Oep, en weg. Ha. Nu moet het gebeuren, Joris. Je laatste worp. Ik ben al gestopt, dus dit is de enige kans die Joris nog heeft. Nee, het is over. Betekent dan toch dat ik die peper zal moeten gaan eten. Welke dat is, dat weten we nog niet. Er moet nog een ratje gedraaid worden. Lukt het? Kom je veilig omhoog? Hopelijk komt mijn avond niet meer erger. Te slecht, doordat ik nu nog in het water val. Nee, het is zover. Ik heb toch verloren. Ik moet toch lauw petje af naar jou. Vis van 57, dat heeft hem dan toch gedaan. Ik mag die peper op gaan eten. Nou jongens, hij zit erop voor vandaag. Ja, ik ben echt balen. Altijd win ik. Dat is echt waar, Joris wint altijd. Als wij onderling samen gaan vissen, jij wint altijd. Altijd vriendschappelijke competitie en ik win altijd. Ja. En staat er iets op het spel en dan verlies ik. Nah. Yes, ik hoef geen peper te eten. Jongens, wij gaan naar huis en we komen morgen bij jullie terug. En dan gaan we een ratje draaien. En dan kom jij erachter welke peper je moet gaan eten. Ik ga een nare avond tegemoet. Dat denk ik weten ook dat ik die peper moet gaan eten. We zien jullie morgen, jongens. Zo jongens, het moment van de waarheid is aangebroken. We zijn bij Joris thuis. En ik heb hier de pepers. Ik heb het ratje al ingevuld. En Joris die zit al nee te schudden achter de camera. Maar hij mag zo meteen gaan draaien. En dan gaan wij eens even genieten van hoe hij een lekkere peper naar binnen gaat werken. Nou, de voorbereidingen zijn nog vertroffen. Ik heb melk en ik heb een waterijsje. Dus ik hoop dat dat me enigszins gaat redden. Nou jongen. Zullen we maar beginnen dan? We gaan spinnen? Daar gaan we. Oké, nou begint het wel gewoon spannend te worden. Er zijn drie pepers. Ik ga abonneren vooral niet. Nee. Oh! Daar gaat je! Dat is de pittigste van allemaal. Ik weet niet, welke is dat ook weer? Ja, die rode. Dat is die toch? Ja, die enorme bonker. Weet je zeker dat het niet die Carolina Reaper is? Nee, die is het niet. Die zit hier niet in. Oké. Nou, dan gaan we hem maar openmaken. Dit. Laat je handen even zien. Ja, dat is niet helemaal best. Oh, er stond het hele ding in één keer in zijn mond. Je botst het wel. Maar deze pers is eigenlijk gewoon niet heel erg lekker. Oh. Oh, ik ruik hem helemaal hier, joh. Dit is niet goed hoor. Heel heet. Oh, help me. Dat is echt niet goed. Ah, wat moet ik doen voor je? Ah. Ja. Ah, dat eind. Ah. Ik kan niet echt praten. Dit is echt niet normaal. Oh, het is echt heel erg. Oh. Jij bocht ook van dat hele ding in één keer, joh. Dat was echt heel erg. Nou jongens, Joris die houdt het niet meer. Hoe was deze challenge? Mm. Het is wel een challenge, ja. Maar je weet het, hè? De volgende keer ben ik de Sjaak. Ik hoop het zo. En je zei nog zo, hè, dat je mij die habanero ging laten eten. Mm. Geniet te doen, het is zo pittig. Jongens, als jullie Joris een strijder vinden, jullie een duimpje omhoog. En vergeet jullie niet te abonneren hier beneden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video, mensen. Later.